even dat ik ervan uitga dat het debat de inhoud wordt gevoerd en niet op de persoon. De heer Wilders. Dank u wel, voorzitter. Staat het mij ook toe dat ik de heer Jimmy Dijk vanaf hier feliciteer met zijn nieuwe functie als fractievoorzitter. En ook de verkenner dank voor al zijn werkzaamheden die hij de afgelopen 2 weken heeft gedaan. Voorzitter, het waren historische verkiezingen. Bijna 2,5 miljoen Nederlanders hebben op 22 november de PVV hun stem en vertrouwen gegeven. Ze hebben ons met 37 zetels met afstand de grootste fractie van de Tweede Kamer gemaakt. Ze hebben daarmee massaal gekozen voor onze agenda van hoop. Voor Nederlanders op één. Voor minder asiel en immigratie en meer geld in hun portemonnee. En sta u mij toe, voorzitter, dat ik alle mensen die op de PVV hebben gestemd van harte bedank voor hun steun. Wat ben ik trots. Wat ben ik trots op die kiezers die ons het vertrouwen hebben gegeven. En voorzitter, moet u daar eens kijken in die zaal. Een hele taartpunt en zelfs nog de helft van de tweede taartpunt allemaal vol met PVV'ers. Wat ben ik trots op jullie, collega's. Voorzitter, zoveel steun brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. En wij zijn ons daar als PVV-fractie zeer van bewust. We zullen er alles aan doen om dat enorme vertrouwen van de kiezers, 2,5 miljoen mensen, waar te maken. Voorzitter, ik wil ook de andere winnaars van deze verkiezingen feliciteren. De heer Omtzigt en zijn NSC-collega's hebben vanuit het niets een spectaculaire winst van 20 zetels geboekt. De BBB van mevrouw Van der Plas en haar collega's heeft haar zetelaantal met maar liefst 700% zien groeien. En ook de fractie van GroenLinks, Partij van de Arbeid, heeft bij elkaar opgeteld meer zetels gekregen dan voor de verkiezingen. Gefeliciteerd allemaal. Voorzitter, dit debat gaat over de duiding van de verkiezingsuitslag en hoe we nu verder moeten gaan. En bij die duiding horen niet alleen winnaars, maar ook verliezers. En het is helder dat alle vier de partijen die dit demissionaire kabinet steunden, allemaal fors hebben verloren. En dat is niet voor niets. En ik zeg dat niet om die collega's nu nog een keer na de verkiezingen de maat te nemen, want alle politieke partijen verliezen op hun beurt wel eens verkiezingen, maar om de oorzaken zoals ik die zie van hun verlies eerlijk te benoemen. Zoals de constante toestroom van oneindig veel asielzoekers en de gigantische overlast en geweld vaak van veilige landers. Het is voor heel veel Nederlanders een doorn in het oog. Nederland smacht dan ook naar minder instroom. Voorzitter, maar ook het totale gebrek aan voldoende betaalbare woningen en het met voorrang geven van sociale huurwoningen en statushouders heeft heel veel mensen die zelf jarenlang op de wachtlijst staan begrijpenderwijs gillend gek gemaakt. En als ze al wat van zeiden, werden ze niet serieus genomen, werden ze niet naar hen geluisterd en werden ze soms zelfs voor racist uitgemaakt. En wat dacht u van die jarenlange noodkreten van miljoenen Nederlandse gezinnen die hun boodschappen, hun huur, hun zorgkosten nauwelijks nog kunnen betalen? Ze kregen kruimels aan tegemoetkomingen, terwijl tientallen miljarden aan belastinggeld eruit vlogen naar stikstof en klimaatbeleid, naar hulp aan Afrika, naar de opvang van nog meer asielzoekers. Maar voorzitter, ook het totale gebrek en integratie was stuitend. Vreselijke beelden van massa's mensen die na de terreuraanslagen in Israël op 7 oktober ongestoord ook in onze straten en steden uiting gaven aan vaak walgelijke jodenhaat en antisemitisme. Van het zwaaien met jihadvlaggen tot het zingen van antisemitische leuzen. Afgelopen zondag nog, hier in Den Haag. Totaal onacceptabel. En niemand die ingrijpt. De overheid laat het gewoon gebeuren. Wat hebben we allemaal ons land binnengehaald? Vragen heel veel mensen zich terecht af. En dan heb ik het nog niet eens over de helden van Nederland. Onze vissers, onze boeren, die ongenadig hard in hun bestaan als beroepsgroep
zijn aangepakt de afgelopen jaren. Voorzitter, miljoenen Nederlanders hebben op 22 november het signaal afgegeven dat ze er genoeg van hebben. Dat het anders moet. Dat er naar ze geluisterd moet worden. En ik zeg u, die geest gaat niet meer terug de fles in. Hun stem moet politiek serieus worden genomen. En mijn fractie werkt daar als winnaar van de verkiezingen graag aan mee. Ik zei het al, we voelen een grote verantwoordelijkheid en zullen de gesprekken en onderhandelingen op verantwoorde en redelijke wijze voeren. De tijd van campagne voeren en het benadrukken van verschillen tussen de partijen is voorbij. En nu is het zaak om overeenkomsten tussen partijen te vinden om te komen tot een vruchtbare politieke samenwerking. En ik ben dan ook verheugd dat de Verkenner, nogmaals veel dank aan u, meneer Plasterk, voor uw belangrijke werk, nu in zijn verslag voorstelt om na een kleine 2 weken verkennen een volgende stap te zetten. Met de 4 partijen, VVD, NSC, BBB en de PVV. Zoals in het verslag van de Verkenner staat, is het voornemen dat de 4 genoemde fracties verder gaan praten in een korte informatieronde. We komen te spreken over grondwettelijke, rechtsstatelijke punten. En als dat allemaal lukt, gaan we daarna verder over andere thema's, zoals migratie, koopkracht, financiën, zorg, visserij. En we moeten, voorzitter, we moeten daaruit kunnen komen. Nederland verlangt dat van ons. Nederland wil een politieke samenwerking tussen deze partijen, blijkt uit alle peilingen. En ik zal dan ook in mijn tweede termijn, mede namens de fracties van de VVD, NSC en BBB, hiertoe een motie indienen, voorzitter, om het advies van de Verkenner uit te voeren en daar verslag van te doen begin februari volgend jaar. En ik mag denk ik wel verklappen dat we de Kamer ook zullen voorstellen de heer Plasterk te benoemen tot informateur. Misschien dat ik in een half minuut nog even mijn tekst mag afmaken en dan ben ik uiteraard beschikbaar voor alle interrupties. Voorzitter, de PVV ziet die komende fase positief en met veel vertrouwen tegemoet. We hebben er zin in. Nederland, ik zei het ook, wil ook dat we met elkaar gaan praten. Wil dat we de problemen van gewone mensen eindelijk eens op gaan lossen. Dat we Nederland een beter land gaan maken. Om uiteindelijk de grote opdracht van meer grip op migratie, bestaanszekerheid, koopkracht, om die op te pakken en uit te voeren. Dat zijn wij en Nederland verplicht. Daar gaan we voor de volle 100%. En waarom? Omdat we zielsveel houden van dit mooie Nederland. Dank u wel. Dank u wel. Heer Jelders, voor uw inbreng, dan heeft u interruptie van de heer Jetten namens D66. De heer Jetten.